Een delegatie onder leiding van de niet-residerende Russische ambassadeur Sergej Akupov is voor werkbezoek in Suriname. Bij dit bezoek heeft de delegatie in bijzijn van de minister van Financiën Gilmore Hoefdraad een bezoek gebracht aan vicepresident Michael Ashwin Adin. Nou, ik zou zeggen zeer vruchtbaar. De intensivering van de betrekkingen kwamen op 2017. Ik had mijn eerste bezoek daar naartoe voor engagement met het ministerie van Financiën, met de handels- en business sector, de investeerders. Minister, collega Biel, die ging daar naartoe, ondertekenen een samenwerkingsovereenkomst. We commemoreren het bezoek, hoogbezoek van hun minister van Buitenlandse Zaken Lavrov hier naartoe. Daarnaast collega Elias en mijzelf over het dat van de medische spullen en andere attributen voor ons. En dit resulteerde dus in een zeer snel tegenbezoek van de ambassadeur gevestigd in Brazilië. En een team van handelsrepresentanten en de company, een van de grootste companies van Rusland. Rostec, waaronder 700 companies vallen, om dus verder zaken met Suriname te doen. Weet dat ze ook in bezoek van de heer Lavrov een donatie hebben gedaan aan het ministerie van Volksgezondheid voor ziekenhuizen. Er is een follow-up donatie en daarnaast wordt er dus nu ook ander goed equipment aangeschaft. Ik denk dat het heel goed is voor Suriname om de vleugels verder uit te strekken in de relaties. We blijven een zeer interessant land. Nu nog meer met de enorme olie- en gasfondsen in de Guyana-bezen, zoals we het zeggen. Waardoor het niet alleen een stukje economische bedrijvigheid, maar de mogelijkheid om andere zaken te ontwikkelen. Vooral vanwege dus het heel goedkoop gas dat gevonden wordt. En we moeten deze momenten echt meepikken. De mensen zijn zeer enthousiast over hun meeting so far. Niet alleen met de overheid, ook met de private sector zijn ze bezig. En we hopen dat we dus tot verdere snelle concrete zaken komen. Ja, dus u weet dat de minister van Buitenlandse Zaken Lavrov laatst geweest is. En daar hebben we praktische zaken besloten. Besproken om uiteindelijk toch private-to-private zoveel mogelijk investeerders hier naartoe te krijgen. Ze zijn, wat ik net aangaf, praktisch dat wil zeggen, ze willen zo snel mogelijk moven. Ze willen zien wat Suriname te bieden heeft en waar het braakterrein ligt voor investeerders naar hier toe. Dus we zijn blij met deze delegatie, want een van de agencies, dus 700 bedrijven representeert vertegenwoordigers hier geweest. Dat wil zeggen, ze gaan hebben oriëntatiemogelijkheid op zoveel gebieden. We hebben alle gebieden die wij mogelijk zagen, een investeerder aan hier toe trekken, hebben we dus aangegeven. Ze hebben nog een paar dagen hier te gaan. Ze gaan verder oriënteren. En ik denk dat daarmee Surinames behoefte aan de koppeling gemaakt kan worden met bedrijfsleven in Rusland. Om te kijken hoeveel ze hier kunnen investeren. We zijn dus zeer tevreden met de missie vandaag. Als we praten praktisch, praten we korte tijd. Praten we over korte tijd implementatie. En dat doet ons goed. Wij weten dat we heel veel mogelijkheden hier hebben. Wij zoeken vooral projecten waar je sowieso een grote spin-off hebt naar de regio. Als het nou in agrarisch is, maar ook strategische dingen. En ik begreep dat zij ook heel goed keken naar zaken in het binnenland, de connectiviteit, hoe wij makkelijker. Dus dit soort zaken maken dat je dus met een partner als Rusland, zo'n groot land en met zulke grote investeerders, een heel andere snelheid van ontwikkeling kan krijgen. We kijken ernaar.